Hallo, ik ben Giel Maris, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management. Door de coronacrisis hebben verschillende segmenten binnen de technologische sector zich versneld verder gezet. Daarom kreeg het New Tech-thema een belangrijke rol binnen de lange termijn-thema's. Het thema speelt naast de andere lange termijn-trends een belangrijke rol binnen de kernfondsen. Ook zal het een rol spelen binnen diverse accentfondsen. Het compartiment bestaat uit 5 pijlers. De eerste, Big Data. De tweede, Internet of Things. De derde, Cloud Computing. Vierde, mobiele internetverbinding, ofwel 5G. En tenslotte, artificiële intelligentie. Het digitale ecosysteem kan teruggebracht worden tot 1 gegeven. Big Data. Er wordt geschat dat het wereldwijde datavolume in 2025 175 zettabytes zal bedragen, wat 4 keer meer is dan in 2021. 1 zettabyte is 1000 miljard gigabyte. Deze versnelling van de datahoeveelheid kan gefaciliteerd worden door de volgende 3 pijlers: Internet of Things, Cloud Computing en het mobiele internet. Internet of Things is een netwerk van fysieke objecten die met elkaar verbonden zijn en die data uitwisselen via het internet. De cloud, of het internet, is een wereldwijd netwerk waar data wordt opgeslagen en waar de toegankelijkheid van en de berekeningen of computing met de data worden gefaciliteerd. Daarnaast speelt het mobiele internet, ofwel 5G, ook een belangrijke rol, voornamelijk in de sectoren die afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid van de internetconnectiviteit, zoals de autosector en de gezondheidszorgsector. Ten slotte komen we bij artificiële intelligentie, ook wel AI genoemd. Het is een overkoepelende term die verwijst naar de hardware en software die de cognitieve functies van de mens nabootst en die beslissingen neemt op basis van de informatie uit de omgeving. Het consultancybureau McKinsey schat dat de AI-technieken 3500 tot 5800 miljard dollar op jaarbasis aan economische waarde kunnen creëren. Dit was New Tech in een notendop. Tot de volgende keer. Dag.